Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en wij gaan vanavond naar een feestje. Een feestje, Robbie. En nu eventjes lekker zwemmen. Wie is dat? Wie is dat? Kleine boef. Heel mijn mascara eraf. Juppie. Aardig. Net een rollercoaster. Dat was wel iets wat echt niet lukt. Echt healthy ontbijt, jongens. Dan moet je even opzoeken. Oké, ik ben een beetje te laat, dus ik moet nu opschieten. Dus ik kan heel even niet vloggen. Let's go, let's go, let's go. Nou, ik ben weer helemaal fresh. Helemaal kort geknipt. Kort. Het is een stukje korter. En zoals jullie weten heb ik het liefst heel erg lang haar. Maar ja, ik wil wel gezond lang haar. Dus dan moet er af en toe een stukje af. Dus ja, daar heb ik gedaan. En het is weer lekker gezond. En ik vind dit ook heel fijn. Er zit tenminste een beetje een model in. Dus en even gezellig gekletst en even kijken, het is nu alweer al best wel, ik heb daar toch een uur en een kwartier gezeten. Babbelen, hè. Dus nu even naar Gerald toe, Gerald ophalen en dan gaan we naar Hezen, want onze arme Sjors die moet nog uit. Die moet natuurlijk ook een plasje doen af en toe, hè. Dus daar gaan we naartoe. En dan blijven we daar ook eten en zo. Want dan kan ik de diertjes nog eventjes verzorgen voordat we gaan. Want vanavond hebben we het feestje van Eline. En ik weet niet zo goed wat we daarna gaan doen. Want Gerald die wou eigenlijk weer op stap. Maar ja, gisteren zijn we het niet helemaal tot laat geweest. Want we hadden van alles door elkaar ingedronken. En Gerald vooral. Dus dat viel niet helemaal lekker. Dus ik ben benieuwd of we nou echt op stap gaan of niet. En de dag daarna moet gewoon weer de diertjes verzorgd worden vroeg. Kippen uit het hok. Dus is wel handig als we dan thuis slapen. Dus ik weet niet hoe dat we gaan doen. Hij had het over fietsen. Maar ik heb niet echt zin om eerst nog in Veldhoven ergens naartoe te fietsen. En vervolgens naar Eindhoven te fietsen. En dan vanuit Eindhoven helemaal naar Hezen te fietsen. Dat zie ik niet helemaal zitten, zeg maar. Maar ja, we zien wel. Oh my god, ik heb even getankt in die auto van mama. Wat is dat duur? Grosje mijne. Meteen €100 zo hoor. Met die diesel van mij heb ik natuurlijk gewoon een volle tank voor €42 als ik wil. Dus ja, dan schrik je jezelf even kapot. Nou, ik ben nu dus net klaar met de vlog editen van gisteren. Sorry mensen, het is vandaag inderdaad ietsje later geüpload. Heel vervelend ben ik, I know. Maar goed, het was even allemaal ietsje anders gelopen dan gepland. Maar hij is er zo. En dan moeten wij ook eventjes gaan kijken wat we gaan doen voor eten natuurlijk. Want ik heb honger. Ik ben weer helemaal blij. Met mijn korte plukjes. Yippie. En ik heb dus dit hemdje aan. En die Louis-riem. En dit witte rokje. Met witte sneakers. Zo ziet het er echt korter uit, man. Niet normaal. Maar goed. Anyway. Maar dat had ik vorige keer bij de Silent Disco ook al aan. Dus dat is een beetje saai. Ik moet even iets anders verzinnen voor vanavond. Want vanavond hebben we dat feestje van Eline. En we moeten daar eigenlijk ook nog heel eventjes een cadeautje voor halen. Dus dat gaan we zo doen. Nou, ik was dus aan het editen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga eventjes kijken wat Gerald aan het doen is. Is hij op de bank in slaap gevallen en met hele schattige muziek aan. Echt zo'n jaren, weet ik veel hoeveel, muziek. Echt van die oude muziek. Echt cute. Hij ligt daar echt als een als een prinsesje zo op het bed. Echt zo schattig. Ik zal hem maar niet filmen. Ik denk niet dat hij dat leuk vindt. Maar misschien kan ik wel eventjes filmen wat voor een muziek die hij aan heeft. Echt super relaxte muziek dus. Ik ben er eventjes bij gaan liggen. Maar ik ga nou wel eventjes kijken of ik iets kan fixen voor avondeten. Nou, ik zit weer even in de Minimuis. Mijn eigen waggie.
Want die is kleiner, dus dat is fijner met parkeren als ik boodschappen ga doen. Want ik ga dus boodschappen doen. Want we hebben niet zo heel veel in huis. En ik wil een beetje iets fatsoenlijks maken. Want we zijn vanochtend begonnen met ontbijt als, wat was het, frikandellen en een kipkoeren. En ja, daarna hebben we alleen nog maar een stukje Rolo gegeten tussendoor. Dus avondeten moet wel even iets goed zijn. Vandaag wrap tart maken en ja, ik heb ook even een toetje meegenomen. Hihi. Maar we gaan wrap tart maken en Gerald en ik houden van verschillende soorten wrap taarten. Dus we doen twee verschillende bakjes pakken. Dan bak je even gewoon de kip. En ik heb hem al in blokjes, want ik was vandaag even lui. En we zijn een beetje laat met eten vandaag, dus ik heb gewoon even blokjes gepakt. En die bak ik eigenlijk zoals ik het standaard doe, maar dan zonder de ketchup. Dus gewoon curry, paprika, cayenne, knoflook en wat peper en zout. En ja, dus zonder de ketchup en de chili saus die ik er normaal bij doe, want die hebben we niet nodig voor dit gerecht. Onze oven is altijd best wel snel op temperatuur, maar als je niet zo'n snelle oven hebt, dan zet je hem even van tevoren meteen al aan op ongeveer 200 graden, want dan is hij goed warm, want het gaat er eigenlijk om dat alles straks even goed smelt nog. Nou, wat je dus doet is eigenlijk gewoon een soort lasagne maken met in plaats van lasagnebladen gewoon wraps. Dus je gaat telkens een nieuwe laag maken en die telkens vullen. Nou, ik baal, want twee belangrijke dingen ben ik vergeten voor mijn eigen wraptaart. In de wraptaart die ik maak hoort namelijk ook geitenkaas en pesto. En ik dacht dat we nog wel pesto thuis hadden, not. En geitenkaas, ja, daar ben ik gewoon keihard vergeten. Maar ik heb wel mozzarella mee, dus dat kan ook. Maar ja, het is wel net een andere smaak, vind ik wel een beetje jammer, maar goed. En ook die van Gerald kun je ook nog mais in doen, maar dat heb ik nou niet gedaan. En in plaats van de gewone pesto heb ik nou even rode pesto, want die hadden we nog wel. Misschien, ja, ik denk dat het ook wel lekker is, maar het is natuurlijk heel anders. Nou, voor de onderste laag heb ik dus bij de ene barbecue saus en kaas en de andere pesto en kaas. En dan ga ik een nieuwe wrap erop gooien en dan de kip erbij. Yum, 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 yum. Bij die van Gerald heb ik wat paprika nog tussen gedaan en bij die van mij tomaatjes. Dan doe ik bij die van mij wat tomatensaus. En het beste is met basilicum, maar die heb ik nou even niet. En een hele hoop van de lekkere spinazie. En dan echt heel veel en dan gewoon super goed aanduwen. En bij die van Gerald ga ik weer barbecue saus doen. En doe ik wat wokgroenten erbij. Die heb ik heel even kort aangepakt. Ja, een beetje gepakt. Ik heb opeens pesto dressing gevonden. Dus ik denk dat ik die er even tussen ga gooien. Bij die van mij is lekkerder. En we merkten net al dat ik zo ontzettend lekker voorbereid was. De barbecue saus is ook op kak. Dus ik ga het even vervangen door deze chili saus. Pittig en pikant. Lekker weer. Het goede recept trouwens staat gewoon op mijn account, Foodie by Christy, zodat je tenminste wel even iets geslaagds kan maken. Nou, dat ziet er dus zo uit. Dan de laatste wrap, de bovenkant. Normaal doe ik eigenlijk ook gewoon ietsje meer lagen nog, van verschillende soorten, maar ik heb er nou maar 8 wraps in totaal. Dus ook bij deze is dit de bovenkant, doe ik nog een beetje pesto of tomatensaus. En heel veel kaas en mozzarella en eigenlijk normaal gesproken ook geitenkaas, maar die heb ik nou eventjes niet. En bij deze doe ik ook gewoon heel veel kaas. Nog een beetje oregano erop en dan hup in de oven. Tam 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 tam. Even een klein tipje tussendoor. Je kunt het best in een taartvorm doen, want deze is best wel moeilijk eruit te halen, omdat dit rond is. En ja, wij hebben geen taartvorm die zo klein is, dus daarom hebben we dat niet gedaan. En Gerald heeft een heel light drankje gemaakt. Wat zit erin? Sprite. Sprite? Zit er Sprite in met? Cranberry sap. Nice. Nou, dit heeft me echt veel tijd gekost.
probeer Sjors te laten eten. En het heeft echt, zoals je ziet, heel veel tijd gekost. Want er zit van allerlei zooi tussen. In de hoop dat hij het dan eet. Maar hij heeft gewoon echt geen eetlust. Hij geeft er echt helemaal niks om. Want de brokjes zijn nog gewoon vanochtend. Hij eet gewoon niet. Doe maar lekker eten, Sjors. Hallo. Dus eten. Daar. Doe maar eten. Ja. Nee? Verdorie. Hij is nu toch aan het eten. Ik ben benieuwd hoeveel hij opeet. Dus, ik heb even mijn Louis Vuitton tasje leeggegooid. Oh my god. Dat zat allemaal hier. Nou, ik wou eigenlijk nog allemaal make-up op gaan doen. Maar ik heb er echt zo geen zin in. Ik denk dat ik het gewoon lekker hierbij hou. Kijk deze sprieten. Sprietenkop. De lelijke bril afdoen. Hij doet maar gewoon een sprietenkop. Ik heb echt even geen zin in vandaag. Zo. Gewoon, ik heb er gewoon even geen zin in. Altijd gaande. Ja, jij bent altijd gaande. Ik niet. Ik heb hoofdpijn hier aan de rechterkant. En dit is het cadeautje voor Eline. Een mooie fles met cocktail. En een envelop met money. Money, money, money. Oh, it's funny. Dan moet nog maar blijken of het een fijne avond wordt. Ik krijg al 2 paracetamol van Gerald. Tegen de koppijn. En de fles wijn. Huppakee. Nou, dit is even bewijsstuk A. Ik ben helemaal kapot. Ik voel me echt niet een goeie. Ik ben gewoon super moe. En Gerald, jij hoort dit nu. Ja. Ik ben super moe. Ik ga het niet volhouden om helemaal nog op stap te gaan. En helemaal naar huis te fietsen. Komt helemaal goed. Nee, ik zeg het alvast. Nee, dat gaat goed. Dus dan hoef je er niet vanuit te gaan dat het lukt. Waar ga je heen? Tino. Oh, ik had even gezegd dat Tino er is. Jongen. Zag je de senade level? I see you my pinky and I sit it on the puzzle. Hi. How are you? Yeah, me too. Eline is vissa gaande. Dat is. Echte mannen, fietsen. Je weet het zelf. En ik kwam net Ewout tegen van Ewout in de ghetto. Of voor mij, Zoep in India. Ja. En ik heb een hele blije foto en die ga ik nou laten zien. 3, 2, 1. Woe! Oké. Top. Oké, we gaan naar huis fietsen. Let's go. Houden jongens, fijn weekend. Ja. We sluiten de vlog vast af. Wel trusten, slaap lekker, tot morgen. En shout-out naar Gijs, want Gijs kijkt al mijn vlogs.